Hallo iedereen. Deze keer zal het oudercontact wat anders in zijn werk gaan wegens de coronamaatregelen. Wij hebben er als school voor gekozen om het oudercontact digitaal te laten verlopen, zodat zowel u als onze leerkrachten het oudercontact digitaal vanuit hun eigen kot kunnen bijwonen. In dit filmpje wordt stap voor stap uitgelegd op welke manier u een afspraak kan maken bij de gewenste leerkracht en hoe u, op de dag van het oudercontact zelf, effectief in contact zal komen met deze leerkrachten. Om een reservatie te maken, gaat u eerst naar het bericht dat u hebt gekregen op uw co-account op SmartSchool in verband met het oudercontact. Daar zal u zien dat het oudercontact doorgaat op 2 juli 2020 tussen 5 en 7. Daarna moet u klikken op de bovenste link. Aanmelden doet u via deze link. U klikt gewoon op de twee blauwe woorden en dan gaat u meteen naar het platform waar het oudercontact zal doorgaan. U kan dan ook meteen zien dat deze link volledig persoonlijk is, want hier staat dan ook de naam van de leerling waarvoor het oudercontact zal doorgaan. Verder krijgt u bovenaan nog wat extra informatie over de datum en het tijdstip. En wanneer we verder naar onder gaan kijken, zal u ook kunnen zien dat er naar schatting nog 8 dagen resteren tot de boekingsmodule zal sluiten. Dit wil concreet zeggen dat u een reservatie kan maken tot op de dag van het oudercontact zelf, tot 12 uur 's middags. Verder is het ook maar mogelijk om 2 reservaties te maken. Het is dus niet mogelijk om met 3 verschillende leerkrachten te spreken. Wanneer we verder naar onder gaan kijken, vindt u alle leerkrachten opgesomd staan. Deze zijn eerst en vooral ondergebracht in een aantal categorieën, zoals de leerlingenbegeleiding, stagecoördinatie en de verschillende klasteams. Maar wanneer we verder naar onder gaan kijken, vindt u ook alle leerkrachten alfabetisch terug. Wanneer we een afspraak gaan maken bij een bepaalde leerkracht, bijvoorbeeld bij Van Hoeken Sven, gaat u meteen zien dat er nog een heel aantal tijdslots vrij zijn. Daarna kan u gewoon een van deze verschillende tijdslots kiezen, bijvoorbeeld tussen 5 en kwart over 5, en klikt u op dit bolletje en daarna op de knop reserveer. Het is wel belangrijk dat u niet te lang wacht bij het klikken op de knop reserveer. Het kan zijn dat er mensen bezig zijn om net bij dezelfde leerkracht hetzelfde tijdstip te kiezen en dan kan het zijn dat de reservatie net voor u werd weggehaald. Wanneer u daarop hebt geklikt en de reservatie staat hier bovenaan aan de rechterkant, dan bent u 100% zeker dat de reservatie correct is gemaakt. Momenteel staat hier ook nog een knop verwijder. Dit kan u zelf steeds doen tot op de dag van het oudercontact zelf, tot 12 uur 's middags. Daarna is het niet meer mogelijk om uw eigen reservaties te gaan verwijderen. Op de dag van het oudercontact zelf gaat u opnieuw naar het mailtje dat u heeft gekregen op SmartSchool in verband met het oudercontact. U klikt daarna op dezelfde twee blauwe woorden, zodat u opnieuw naar uw eigen persoonlijke link gaat. Hier bovenaan ziet u op dat moment de reservaties die u heeft gemaakt. In mijn geval is dat op dit moment bij Sven van Hoeken en Cindy Mouton. De tijdstippen die hier staan, die kloppen natuurlijk niet. Deze zijn louter om het filmpje even te kunnen maken. Op de plek waar er in het begin een verwijderknop stond, staan er nu een aftelklok met een minuten. Wanneer deze minuten verstreken zijn, gaat hier de knop verschijnen, waar ik op kan klikken om naar het Google Meet gesprek te gaan bij de betreffende leerkracht. U kan dus niet vroeger in het Google Meet gesprek stappen. Pas wanneer de minuten volledig zijn afgeteld, kan u hierop klikken. Zoals u ziet, is bij Sven van Hoeken de aftelklok verdwenen en staat er op dit moment een startknop. Bij Cindy Mouton ga ik nog 47 minuten moeten wachten. Wanneer u op de startknop gaat klikken, gaat er een nieuw tabblad openen met een Google Meet gesprek. Het enige wat u op dat moment nog zal moeten doen, is uw naam invullen. In dit geval geef ik mezelf even de naam Botaniek en ga ik een deelnameverzoek indienen. Pas wanneer de leerkracht dit deelnameverzoek accepteert, zal u in het gesprek zitten. Dit kan enkele seconden duren, dus vrees niet, u zal zeker en vast in het gesprek terechtkomen. Zeer veel succes en een prettig oudercontact gewenst.